Welkom terug bij Serena In deze aflevering continueren wij het gesprek met DNA-lid Melvin Bova. Welkom, meneer Bova. Ik wil het hebben over de speech van mevrouw Simons. Uh, ze had tijdens de speech bekendgemaakt dat de heer Bouters de plek erevoorzitter kreeg. Sommigen vinden deze behandeling een klap in het gezicht van de nabestaanden van 8 december. Moorden. Wat is uw mening? Hier te de nabestaanden hebben hier niets mee te maken. Ze hebben niets mee te maken. Het is een puur uh, interne partijpolitieke aangelegenheid. Uh, welke niet anders uh, um, in feite vertaald moet worden dan ere te geven wie ere toekomt. En dat is een man die langer dan 40 jaar zijn lief heeft gegeven voor Suriname. Langer dan 40 jaar zijn lief heeft gegeven om in elk geval uh, zijn bijdrage te leveren. Om niet alleen vanuit de Nationale Democratische Partij en in de Nationale Democratische Partij. Uh, uh, zeg maar ...een bijdrage te leveren voor de groei van de organisatie, maar ook gewoon echt een bijdrage heeft geleverd. aan de ontwikkeling van Suriname, ik bedoel... ...ik zal het toch niet noemen staatsunie en ik zal niet praten over SFF en ik zal niet praten over de bruggen, over de uh, verschillende rivieren, ik zal niet praten nog over de verschillende woningbouwprojecten, ziekenhuizen, uh, allemaal geïnitieerd, niet alleen... Vanuit de NDP, maar veel van deze projecten gewoon door met de motoren En de bijdrage heeft geleverd, om anders dan geen enkele partij dat ooit heeft gedaan in de politieke geschiedenis van Suriname, ervoor te zorgen dat hij een nationale democratische partij heeft waar alle Surinamers in verenigd zijn, niet een bromtjidjari waarvan de bladeren en de takken en de rozen nu te behoren tot het Rijk der Dorbladeren en Takken. Maar gewoon echt een, een Bromtjidjari-partij waar iedereen, ook jonge en oud, daarom zit ik hier en met mijn paar tientallen anderen gewoon een bijdrage kunnen leveren. Het is toch niet iets waar je overheen loopt. Het is niet iets waar je uh, overheen slaapt. Het is iets dat je moet zien, waarderen. En dat heeft absoluut niets te maken met geen enkel gezicht van geen enkele politieke tegenstander. Uh, zij moeten hun eigen gezicht bewerken. Dat heeft ook niets te maken met het gezicht van geen enkel naambestanden. Wij, persoonlijk heb ik um, uh, waardering en respect voor dat deel waarmee zij door het leven gaan. Uh, dat geldt voor elke naambestanden. En uh, we leven daarin mee, maar dit heeft daar absoluut niets mee te maken. De NDP uh, had gezegd dat ze nu anders willen doen. Wat wordt precies daarmee bedoeld? Nou, anders is uh, als, we, als ik dan vertolk de gedachtegang van de uh, nieuwe voorzitter van de NDP, mevrouw Simons. Uh, die praat uh, over de uh, vernieuwing van de politieke cultuur. Uh, en Ik denk dat dat nodig is. Ik zeg, ik gebruik haar woorden, maar ik geloof er echt in. Ik ben nu al uh, 15 jaar ruim in de actieve politiek. En soms wallig ik van de wijze waarop er politiek wordt gevoerd. Ik wallig voor de wezen waarop er ook campagnes worden gevoerd. Ik wallig op de wijze waarop politici uh, denken well, uh, politiek te winnen door middel van allerlei intriges, leugens soms, maar ook besluiten die er worden genomen. Er moet echt iets veranderen aan de politieke cultuur en het politiek bestuur. Omdat at the end of the day, um, ja, gaat het toch veel verder om populistisch te zijn. En dan gaat het toch veel verder om. Uh, zeg maar met allerlei leugens en beloftes en verdraaiingen van woorden, mensen en het volk waarvoor je bent gekozen, om um, die voor de gek te houden, gaat het toch veel verder dan uh, gebruik maken van allerlei privileges van leefwachten en auto's rijden en het hebben van een leefwachten en protocol en dat soort zaken, uh, gaat het ook veel verder dan gewoon. Simplistisch, zoals we dat soms hier zien, um, besluiten doordrukken die niet in het belang zijn van die samenleving, maar in het belang van een persoon of een groep personen, een kleine groep personen, of een bepaalde etnische wind of een bepaalde politieke wind of Het gaat veel verder dan dat. En dat is wat mij uh, veelal uh, heeft bezig gehouden, en dat is wat ze nu aanstipt. Verder. Uh, zal de NDP op basis van de analyse um, de lessons learned meenemen uit de vorige periode? Wat goed is, verbeteren. Uh, uh, wat niet goed is geweest, uh, gewoon corrigeren. Maar ook de lessons en de zaken van deze huidige coalitie en deze regering, wat, uh, wat goed is, ook al is dat weinig, um, overnemen en verder. Uh, uitbouwen, um, maar wat slecht is, uh, dat is volgens mij echt een heleboel werk, um, verbeteren en proberen om het beter te doen dan wat uh, tot nu toe gezien en uh, ervaard uh, is geworden. Dus uh, we mogen echt een andere manier van bestuur, een andere manier van politiek verwachten vanuit de NDP, nog steeds op basis van onze ideologie, de vernieuwing in de educatieve orde, de vernieuwing in de uh, 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 Financieel-economische uh, orde, vernieuwingen in de, de, de sociale orde uh, en de overige vernieuwingen die we nastreven. Maar als de NDP zegt dat ze anders willen doen, um, je had het net ook over nieuwe gezichten, vernieuwingen, dan zouden we wel verwachten dat uh, de NDP-top niet hetzelfde zou blijven. En mevrouw Jenny Simons, is, ze zit er al drie regeringen uh, in het bestuur. Uh, hoe kan het volk dan vertrouwen hebben in haar? Ja, mooie, mooie vraag. Mooie vraag. Uh, inderdaad, het behoort zij tot de uh, uh, generatie um, die er al een tijd is. Um, maar je weet, verandering is, uh, is, uh, is, uh, is een proces. We zitten in die transitie al uh, geruime tijd. Uh, maar we kijken niet alleen naar mevrouw Simons, die de voorzitter is. Als we kijken naar de rest van het bestuur, uh, dan zie je wel een aantal uh, jonge, veelbelovende Surinamers. Uh, verder hebben we in het bestuur uh, Ashwin Adin, die is nog lang niet 50, uh, in dag rond 44, uh, we hebben Sergio Akimbuto, ook rond de 40, we hebben mevrouw Caroline Heilbrand, zij is secretaris, uh, een zeer zwaarwichtige verantwoordelijke, heet ook uh, een jonge Surinaamse vrouw, mevrouw Rosselli Cotino uh, vanuit Eduanica, hier dna die is uh, ook in die orde. Uh, en zo kan ik nog in diezelfde reeks, en ik wil niemand tekort doen, maar in diezelfde reeks. Zawiesel Abdul Ghafoer, voorzitter van de jongeren van de NDP. Ook een van de ondervoorzitters van, van de NDP, ook rond 35. Uh, dus je ziet dat naast mevrouw Simons er een aantal uh, jonge kaders van de partij in het bestuur zitten. Maar ook naast het bestuur de ondersteuning geven. Uh, als we hier kijken in de zaal, ik uh, mezelf... Zijn de orde geweest, uh, we hebben, we hebben uh, zeg maar een aantal mevrouw uh, Luchie, maar echt een aantal Ibu Jones, een aantal jongeren die uh, vanuit die lijn uh, zeg maar in de transitie staan om feitelijk in een korte periode van tijd uh, echt over te nemen. Dus wat dat betreft hebben we het goed gedaan. Anders dan bij andere partijen zie je een behoorlijk brede um, kop. ...van zeer invloedrijke mannen met zwarte pakken en zo. En, uh, 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 en daaronder, heel ver, heb je misschien één of twee jongeren die opkomen... ...maar bij de NDP ziet het er anders en zelf veel uit. Uh, bent u het eens met de stelling dat de NDP wordt gebruikt om één man te beschermen en uit de gevangenis te houden? Nee, dat is onzin. Uh, ik heb de trekkerrekker van de NDP aan u gepresenteerd... Uh, welke veel verder strekt en veel breder is ...dan wat men u uh, wil laten geloven met die stellingen. Ik hoorde ook, dat mijn collega Joggi: ja, stem niet op de NDP, maar uh, hou er rekening mee dat uh, als je stemt voor de NDP, dat je stemt ervoor om. Ze worden van gelijke strek. Natuurlijk, politieke uh, onzin, um, dat is een manier om je af te schrikken. Biedereen zeggen dat is een manier om geloof te hebben om weer te stemmen op de VAP. Ik denk dat dat veel erger is dan de uitspraak die is gedaan. Um, nee, de NDP is veel groter dan dat. Uh, we hebben uh, onze duidelijke prioriteiten gezet op wat voor ons belangrijk is op basis van onze uh, ideologie, de gedachtegang. Um, en ook meneer Bouders heeft altijd gezegd, beweer me dat ook bewijzen. Dat die piek groter is dan de Alleen Dus ik weet niet van waar men dat haalt. Het is een manier om zeg maar, het belang te onderschatten. Uh, te het, het, het groter belang uh, zeg maar, weg te drukken en te hangen op een persoon. Maar de feiten liggen anders en ik uh, wil verwijzen naar Mevrouw uh, Simons is momenteel voorzitter binnen het bestuur. Maar ze is nog niet uh, uh, presidentskandidaat. Mocht zij presidentskandidaat worden en president worden, is er dan een afspraak gemaakt dat zij gratis zou verdienen voor de heer Boltersen? Nee, daarover zijn er geen afspraken. Oké, okay. tot slot. Heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Nou, de boodschap is natuurlijk, we zitten in een spannend jaar. Um Waarbij, dit is in feite het laatste jaar van de verkiezingen. Gisteren is me een vraag gesteld in een ander interview. Hoe kijk je uh, tegen vier jaar regering uh, Santoki-Brunswick? En ik zei met veel blijdschap. En die journalist keek op en uh, vroeg zelf: Wat bedoel ik? Nou, ik zei niet blijdschap over die vier jaar, want het waren vier hele uh, zware, uitdagende, vermoeiende, innerverende uh, Associale jaren geweest uh, waarbij er weinig is gedaan, rest is voor het volk. En ik zal niet vervallen in die traditionele politiek op de zaal. Ja, er is alleen maar moord en brand en doet niets. Er zijn wat elementen gedaan, uh, 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 zeg maar, waar je vanuit uh, zeg maar het economisch oogpunt. Binnen de economie zijn er een paar zaken gedaan die noodzakelijk waren. Uh, met name afbouw van subsidie, de invoering van BTW en zo. Uh, uh, waarbij je dus probeert om die uitgaven te verminderen, maar aan de, aan de productie en de inkomsten is er onvoldoende weinig. En daar zeg ik van: wat goed is, neem je als NDP mee. En dan wat minder: de productie, de inkomsten, de investeringen, daar, daar gaan we nou aan aan moeten besteden. Ook het sociaal programma is uh, daarvan is, uh, bitter weinig tot niets van terechtgekomen. Dus daarom ben ik niet blij. Maar wel blij dat er van die vijf jaar maar acht maanden over zijn. Uh, daar ligt de blijdschap in dat we uh, over een paar maanden die samenleving de kans kunnen geven om opnieuw een keuze te maken en een keuze te maken van een ander bestuur. En dat is waar ik die samenleving voor oproep, dat alle partijen gaan komen met hele mooie toezeggingen, beloftes. Dit jaar gaat u ook een paar dingen zien: die straat van u die nooit eerder is geasfalteerd of die goot die nooit eerder is opgehaald, zal worden opgehaald. Uh, die persoon voor wie u hebt gestemd, die u nooit meer hebt gezien, gaat u plotseling zien. Uh, die gaat misschien met iets komen om u blij te maken. Maar laat u niet misleiden. En wees kritisch ook naar de NDP, waar de NDP u gaat vertellen wat zij wil doen. Maar vooral kritisch naar wat u de afgelopen jaren hebt meegemaakt, uh, waarvan we gezien dat de regering op basis van valse beloftes en leugens over onder andere de NDP aan de macht is gekomen en er niet zoveel van heeft gemaakt. Bekijk u dat kritisch en maak een goede keuze. Intussen heb ik ook al gezegd, moeten we niet een heleboel meer verwachten. Uh, in plaats van de regering het land te besturen, zitten president en vice-president met elkaar te vechten. Wie geld krijgt, wie geld krijgt, hoe laat, waar, wie en hoe. Dus je moet ook verwachten. Ik zeg, laten we dat eens wat geld verzamelen, uh, een paar dozen kopen en zwarte zakken. Laten we dat doneren, laten ze alvast inpakken en zich klaarmaken voor goed en nieuw bestuur. Dat is mijn boodschap aan de partij en aan, aan de samenleving. En laten we hier grappen maken met de toekomst van het land. Want ik kom zo net van een meeting van Teleus en ik moet horen als ex-telesider, hoeveel van mijn ex-collega's tussen zijn vertrokken naar Nederland, naar Sint Maarten naar een aantal landen in de wereld. We hebben hoop morgen in de afgelopen paar jaren. We hebben straks oil en gas. We moeten ons daarop voorbereiden. Om het maximale uit te halen. En dat kun je niet overlaten aan grappenmakers en mensen die denken om met mooie praatjes en smeten van geld en goud uh, het land te besturen. Uh, wat dat betreft maken wij van de NDP ons klaar. Je ziet op een nieuw bestuur, nieuwe voorzitter. In elk geval hebben we een vernieuwde hoop op, uh, op die toekomst. En ik uh, reken op uh, kritische beoordeling en straks de ondersteuning welke we nodig hebben om, uh, om dat te doen. Hartelijk bedankt, meneer Dova. Ja, absoluut. Er zijn dus geen afspraken gemaakt dat mevrouw Simmons, Slavatieverleed aan de heer Boutersen, mag zij verkozen worden tot president. Heeft u een onderwerp dat u via ons programma wenst te belichten? App ons dan op het nummer 84 85 8, 6. Volg ons op Facebook, YouTube en TikTok en dan zien we u de volgende keer weer met een nieuwe aflevering Serena Antoring. Sralentori, snel, scherp, altijd bij de tijd.